twee organisaties zijn in aanmerking gekomen voor de PEPFAR, Small Grants Program van de Verenigde Staten. De ondertekening van de nodige documenten die heeft er vandaag plaats gehad op de Amerikaanse ambassade. We voeren nu naar dit moment. Gathered here today to mark the latest partnership between the United States and Suriname, the launching of two new grants to combat AIDS in Suriname, supported by our President's Emergency Plan for AIDS Relief, also known by the acronym PEPFAR. The U.S. launched PEPFAR Small Grants Program in the Caribbean in 2010 as part of its global initiative to assist in reducing the impact of HIV and AIDS. This particular PEPFAR Small Grants Program has had, and will leave, a lasting impact in the effort to eliminate HIV and AIDS. Over the almost decade-long effort, we have seen governments in the region, including Suriname, increase their attention to these vital health issues despite the challenging economic situation in the region. The grantees we are supporting with these funds, Stephen McAndrew, who represents the Suriname Business Coalition Against HIV/AIDS, and Ethel Pengel, who represents the grantee found the Stictum Double Positive, are working to raise the awareness of society as a whole and that of key populations as well in order to destigmatize HIV and AIDS, thereby helping Surinamers to live healthy and productive lives. It is important for us all to remember that the global AIDS response is a shared responsibility, one that cannot be met by one nation alone nor solved purely by government action. We must work together, governments, non-governmental organizations, individuals, in partnership. In this way, we can continue to make progress and ensure no one is stigmatized, targeted, or mistreated because of HIV or AIDS, that no one is too afraid to get tested, and that we compassionately care for all those afflicted and their families. I end with a reminder that HIV and AIDS is not a problem for others. It is not a problem that afflicts one group and not another. It can affect any human being. And the impact goes beyond those who are affected and touches all of us in the societies in which we live. It is also a disease, the spread of which can be slowed through awareness, discussion, prevention, and testing. Thank you to our partners for all you do to ensure that happens and for all you are doing to help us tackle this issue together. De 45-jarige GB die illegaal in het land vertoeft, is op 14 september van dit jaar door de politie van Bureau Flora aangehouden. De wetsdienaren werden ingeschakeld voor een kappartij aan de Duisburglaan tussen twee mannen. Daar aangekomen werden partijen aangetroffen. Volgens verklaring van het slachtoffer werd hij plotseling aangevallen door een man die zijn gezicht met een trui had bedekt. Hij geraakte in een worsteling met de verdachte, waarbij de trui van het gezicht van zijn aanvaller viel. Bij die gelegenheid zag hij dat het om zijn kamergenoot GB ging. Ondanks zijn verwondingen overrompelde het slachtoffer GB en GB riep om hulp en hield GB tegen de kamer te verlaten. De eigenaar van het huis kwam op het hulpgeroep van het slachtoffer af en schakelde toen de politie in. De verdachte werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Tijdens de voorgeleiding bleek GB illegaal in het land te vertoeven en ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit. Na afstemming met het OM is hij in vreemdelingenbewaring opgehouden, een afwachting op het proces tot uitzetting. Het slachtoffer is medisch behandeld en vervolgens verwezen naar zijn huisarts. Het scherpe voorwerp en de trui zijn hangend het onderzoek in beslag genomen. En dit was TBN Prime Alert van dinsdag 17 september 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493, nogmaals 87-493. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.